Hallo allemaal, de gametrein dendert verder tegen hoge snelheid met de games van november 2022. We krijgen een weekje rust om van alles te bekomen, of om eerder games van oktober in te halen. En dan schuiven we al die games aan de kant, want de nieuwe collectie releases staat voor de deur. In wat opnieuw een drukke game maand belooft te worden, bijt Sonic Frontiers de spits af en die game verschijnt op 8 november voor Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series XS. Het is voor Sonic al een heuse rollercoaster geweest om vaste voet te krijgen in het driedimensionale en Sega gooit het deze keer over een open wereldboeg en dat is een first voor Sonic, dus verwacht je maar aan een grote omgeving om vrij in te verkennen. Aangevuld met typische elementen zoals platforming, tegen duizelingwekkende snelheid rondlopen, het grinden op rails en veel ringen om te verzamelen. 3D combat opent bovendien opties tegen de verschillende vijanden die je bekampt. Door bijvoorbeeld bepaalde symbolen op de grond te tekenen terwijl je rent, kan je verschillende tijdelijke bonussen activeren en uiteraard geven verslagen vijanden experience points om Sonic op verschillende niveaus te levelen. Tegelijk betekent een open wereld dat je mag verwachten aan een lange game. Sonic Frontiers zou een verhaal van 20 tot 30 uur lang voorschotelen en wie alle collectibles wil verzamelen zal daar 60 uur voor nodig hebben. Takashi Iizuka, het hoofd van het Sonic team, verklaarde trouwens dat deze blauwdruk de basis moet vormen voor toekomstige Sonic games. We hopen dus van harte dat deze Sonic Frontiers een geslaagde nieuwe standaard legt voor de mascotte van Sega. Een van de highlights van november en feitelijk het hele najaar stormt binnen op 9 november en dat is God of War Ragnarok voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Het Noorse pantheon staat op de rand van de afgrond nu de Ragnarok bijna losbarst en Kratos en Atreus zijn van plan om geen Spaander heel te laten van het godendom. Kratos gaat alle goden doden, lange game, grote schaal, knappe graphics, heerlijke combat, bla bla bla. Ik stel voor dat we in de plaats genieten van wat zalige beelden met epische muziek op. November kan niet snel genoeg aanbreken. Wat ben jij een ongelofelijke dommigheid, zeg. Is in de volgende game het meest flatterende compliment dat je iemand kan geven met Goat Simulator 3. En die game verschijnt op 17 november voor Windows, PlayStation 5 en Xbox Series XS. Net als in de eerste Goat Simulator draait alles in deze third-person sandbox adventure game rond het uitdelen van kopstoten, het likken en hinkstap springen doorheen een nieuwe uitgebreide, diverse regio met uitdagingen en vreemde gebeurtenissen. Je speelt nog steeds als een geit, maar je kan je eigen stijl uitstralen door je geit te customizen zoals je dat zelf wil, in allerlei soorten en met verschillende voorwerpen. En voor wie dient dat compliment aan het begin van ons segment dan? Aha, die is bestemd voor je vrienden, want Goat Simulator 3 introduceert co-op, waarbij je samen kattenkwaad uitsteekt in de open wereld of het tegen elkaar opneemt in 7 leuke minigames. Goat Simulator is altijd al een ware mindfuck geweest. Ik heb de eerste game zelf gespeeld en ik besef nog altijd niet goed welke absurde trip ik op 60 minuten toen beleefd heb. Dus de boodschap luidt: don't do drugs, do Goat Simulator 3 instead. Deze game is 3 weken te laat voor Halloween, maar liever te laat dan nooit, want onze horrordosis krijgen we gelukkig nog dit jaar met de 4e telg in de The Dark Pictures Anthology reeks en die heet The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Verschijnt op 18 november voor Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series XS. Elk verhaal in de reeks staat los van de rest en deze keer dient het moordhotel van H.H. Holmes als inspiratiebron. Dat gebouw bestond echt eind 19e eeuw en een man onder het pseudoniem H.H. Holmes zou er meerdere mensen vermoord hebben en doen verdwijnen. Hij is zelf enkele jaren later ontmaskerd en veroordeeld tot de doodstraf door ophanging in 1896. Waarom vertel ik dat allemaal? Omdat het hotel op zich vrij normaal was, gewone kamers en gangen. In de roddelkranten daarentegen deden de wildste verhalen zonder enig onderzoek de ronde.
Het hotel zou een doolhof zijn van meer dan 100 kamers, waarvan gaskamers, doodlopende trappen en gangen, valdeuren, geheime martelkamers, een crematorium, vensterloze kamers, allemaal onzin gebleken. Maar wel de uitstekende basis voor The Devil in Me, waar een seriemoordenaar een team van 5 documentairemakers lokt naar het verraderlijke gebouw en ze lopen recht in de val. Wat volgt is een kat-en-muisspel waarbij de 5 protagonisten verschuivende gangen, deuren en dodelijke kamers moeten trotseren om te overleven in dit Saw-achtige horrorverhaal. The Devil in Me biedt dus net zoals de vorige games meerdere eindes en iedereen kan sterven of overleven, dat hangt af van jouw keuzes. Maar voor de gelegenheid zitten er wel nieuwe gameplay mechanics in, zoals een inventaris, puzzels die je met gereedschap moet oplossen en extra bewegingsmogelijkheden zoals rennen, springen en klimmen. Een nachtje boeken in dit hotel raden we af, maar die game op je platform naar keuze bestellen, dat is wel een interessant idee. Oeh, dat was redelijk veel drama en harde realiteit. En wat een gepaste timing. De 2 volgende Pokémon games gooien die sfeer volledig om naar het ludieke en kleurrijke met Pokémon Scarlet en Violet. Beide games verschijnen op 18 november voor Nintendo Switch. Wie onze preview heeft gezien, merkte op dat de setting van dienst enorm lijkt op het Iberisch Schiereiland, dus liefhebbers van de Spaanse en Portugese cultuur zullen zich hier meteen in thuis voelen. 3 nieuwe starter-Pokémon staan klaar, Sprigatito, Fuecoco en Quaxly, en uiteraard de 2 legendarische Pokémon op de hoesjes spelen een rol, zijn de Koraidon en Miraidon. Zoals gewoonlijk zijn beide games bijna volledig identiek, naast het feit dat elke versie enkele unieke Pokémon bevat en een andere professor. In tegenstelling tot vorige entries krijg je hier de vrijheid wel om gymleaders in willekeurige volgorde uit te dagen en ook deze game brengt co-op naar de tafel. Je kan tot en met 4 spelers elkaar uitdagen, verkennen in de open wereld en Pokémon ruilen. Hopelijk passen Pokémon Scarlet en Violet de geslaagde veranderingen verder toe van Pokémon Legends Arceus eerder dit jaar, want dan staat er de Pokémon games een heel mooie toekomst te wachten. Af en toe worden we eraan herinnerd dat World of Warcraft nog altijd bestaat en de nieuwste uitbreiding Dragonflight zet de game weer in de schijnwerpers. Die verschijnt op 28 november voor Windows en macOS, want jawel, op macOS verschijnen ook nog eens af en toe games. Inmiddels is dit al de 9e uitbreiding voor het MMORPG-fenomeen en de Dragon Isles vormen de hoofdsetting voor de uitbreiding, opgesplitst in 5 zones. Dragonflight verhoogt terwijl de level cap tot 70 en herwerkt de user interface en de talent tree systemen. Een nieuw speelbaar ras maakt deel uit van dit volgende hoofdstuk, genaamd de Drakthyr en een klasse genaamd de Evoker. De 2 zijn bovendien exclusief gekoppeld aan elkaar, dus je kan enkel een Evoker worden als je een personage van het Drakthyr ras aanmaakt. En die Evoker beschikt ook over 2 specialisaties, zijnde Devastation, die focust zich op ranged damage, en Preservation, en zoals die naam doet vermoeden, focust die zich op healing. Ten slotte brengt Dragonflight een herwerking van het beroepssysteem en een feature genaamd Dragon Riding, waarbij spelers een draak mogen opvoeden en bereiden doorheen de wereld van World of Warcraft. En dat al vanaf de start van de uitbreiding. Met andere woorden, je moet niet de level cap bereiken om hiervan te genieten. De laatste game op het menu van november heet Warhammer 40k Darktide en die game verschijnt op 30 november voor Windows. De Xbox Series XS versie volgt iets later, daar is op moment van opname nog geen datum voor vrijgegeven. Warhammer 40k is een immense productlijn met miniature tabletop games, romans, boardgames en uiteraard videogames. Er is hier veel te veel materie aanwezig om in detail te gaan, dus we houden het bij deze Darktide. En waar draait Darktide rond? Het verhaal komt uit de pen van een van de Warhammer-romanschrijvers, waarin een team van Inquisitorial Agents een mogelijke chaos-infiltratie onderzoeken op de planeet Atoma Prime. Het ontwerp van de game benadert die van Destiny 2. De wereld en de plot ontwikkelen zich geleidelijk aan, dus Darktide benadert de live service aanpak om spelers op wekelijkse basis te laten terugkeren en nieuwe content te ontdekken. En dat betekent ook dat in deze first-person action game je met meerdere vrienden of spelers de co-op missies induikt, met progressief betere loot als beloning op het einde. Het lijkt me bovendien overbodig om dit eraan toe te voegen, maar spelers krijgen uiteraard de optie om het uiterlijk, gender en de klasse van hun personage aan te passen. Warhammer 40k Darktide is inmiddels al meermaals uitgesteld. Laat ons hopen dat op 30 november de game eindelijk het levenslicht ziet.
Daarmee staat onze kalender voor november meteen goed vol en daar stopt het nog niet, want december, doorgaans een stillere maand qua releases, zal een laatste keer alle registers opengooien met meer topgames. Maar dat is voor binnen een maand. Eerst proberen we heelhuids al deze games te overleven. Welke van deze releases spelen jullie? Laat het in een reactie hieronder weten en vergeet niet te liken en te abonneren. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over al deze games en veel meer kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.